Ik hoop dat dit jaar wel voor elkaar komt. Dus eind 2018, dan moeten we toch echt wel weten wat hij nou in gaat komen. Ja, en dan zal er natuurlijk nog een heel proces komen van verbouwen, et cetera. Nou ja, goed, ambitie is 2019 wel gaan vullen, ja. Makelaar Geert Klaver is positief. Hij begon vorig jaar augustus aan de klus om wat in 8 jaar nog niemand was gelukt voor elkaar te boksen. Het verkopen van de immens grote en het nog niet afgebouwde Scheringa Museum in Opmeer. Ik dacht, nou, dat gaat me binnen een jaar lukken. Dat is me niet gelukt. Het is natuurlijk een heel groot gebouw en ook wel complex. Maar inmiddels zijn we voor 80% naar het einde. Want 80% naar het einde, dat houdt in dat er dus al bijna concrete afspraken zijn? We zijn met een aantal partijen heel serieus in gesprek. Wat het exact gaat worden wil de makelaar niet kwijt. Maar sinds een paar jaar is de bestemming veranderd en mag er ook gewoond worden. Klaver Sin speelt op een combinatie van commerciële en publieke bedrijven. Dus het is een hele grote puzzel. Ik denk wel van, als je ze allemaal bij elkaar zet, zijn er een aantal duizenden puzzelstukjes die allemaal bij elkaar moeten vallen. Dus het ene gebouw moet het andere gebouw een stukje dragen. We zouden ook een stukje terug willen geven aan de omgeving. Kijk, zorg is ook een hele interessante hoek. Zo zijn er heel veel verschillende soorten die we benaderd hebben. En nogmaals, die proberen we allemaal toch bij elkaar te grijpen.